Maatschappij dit 2. Tim en Jongen, hoofdstuk 2. Doe even normaal. Waarden en normen. Waarden en normen verschillen steeds per persoon. Dat heeft te maken met de opvoeding die je hebt gehad. Wat was het ook alweer? Een waarde is alles wat iemand belangrijk vindt, terwijl een norm een gedragsregel is. Dus hoe gedraag jij je naar wat jij belangrijk vindt? Er zijn een heleboel dingen die wij niet netjes vinden, zoals bijvoorbeeld spugen. Dat is echt niet strafbaar. Gedrag dat wel strafbaar is, staat in het wetboek van strafrecht of in een andere wet. Maar bijvoorbeeld ook in een schoolreglement. Je kunt ook straf krijgen voor dingen die je op school doet die niet mogen. Er zijn echter ook dingen die we zeer onbeschoft vinden, maar niet strafbaar zijn. Dat heeft te maken met fatsoen. Eerst een voorbeeld. In het park. Wim is in het park. Daar komt Els. Wil je neuken? Vraagt Wim. Els loopt door. Kapsonenstrut, roept Wim. Els is stom. Wim is stoer. Het filmpje laat duidelijk zien dat het veel te ver gaat om dat tegen iemand te zeggen. Dit heeft te maken met fatsoensnormen. Het gaat eigenlijk over regels over hoe het hoort. En je hoort dit soort dingen zeker niet te zeggen. Juist omdat mensen steeds meer dingen wel gaan zeggen, hebben we te maken met een verhuftering van de maatschappij. Hoe we over dingen denken verschilt dan ook per groep waar we in zitten. Als je werkt, zul je meestal redelijk op tijd naar bed gaan, want je moet de volgende ochtend er vroeg uit. Terwijl als je bijvoorbeeld bij een groep studenten kijkt, dan is dat heel anders. Die gaat veel later naar bed. Verschilt natuurlijk ook per tijd. Ideeën veranderen en over wat wij belangrijk vinden verandert ook. En ook de plaats waar je woont maakt een groot verschil. Zo zien we in Nederland bijvoorbeeld een hond vooral als een huisdier, terwijl in China een hond ook gewoon eten is. Waar het allemaal op neerkomt, is dat we met elkaar toch vooral normaal moeten doen en ons dus gewoon moeten gedragen.